nieuwe video. En in deze video ga ik weer een product testen van ditvoorzienje.nl. En ik vind het zelf een super handig product, dus laten we maar beginnen. Ik kijk heel vaak YouTube filmpjes en ik luister ook vaak muziek. En dan gebruik ik meestal oortjes. En op een of andere manier kneed ik dan altijd mijn oortjes tot een bolletje en gooi het maar ergens neer. En de volgende keer als je dan wil kijken, dan krijg je dit. Ja, dan ben je meestal uren bezig om dit uit elkaar te halen. Dus nu heb ik misschien een hele handige oplossing voor dit. Dat is namelijk van Rocket, de gitaar. Dat is natuurlijk niet een echte gitaar, maar het is wel een hele handige gitaar. Want hier kan je je oortjes in opbergen. Ik pak even een ander oortje, want deze zit niet door elkaar. En ik zal hem even erop doen. En deze gitaar, daar kan je mee opbergen. En je kan hem verkorten. Dus als je denkt, mijn snoer is te lang, dan kan je hem ook verkorten. Maar ik ga hem nu even opruimen. Dus je hebt zo de gitaar. En aan de achterkant zit een open gaatje. Daar kan je het inpluggetje, waar je hem in je mobiel altijd in doet. Die doe je hierin. Dan moet je hem aan de andere kant, moet je hem om de gitaar draaien. Zo. En als je nog een heel klein stukje over hebt, dit, dan draai je hem er één keer omheen. En aan het einde zit een openingetje. Daar duw je ze doorheen. Zo. En nu zitten je oortjes opgeborgen. Heel handig. En als je hem wil verkorten, dat kan ook. Dan stop je deze natuurlijk in je mobiel. En dan doe je het stukje van eraf, doe je er in het gaatje. Die zit hier zo, bij dat plug-innetje. En dan ga je hem er weer gewoon omheen draaien. Je moet natuurlijk wel een klein beetje overhalen om het in je mobiel te doen. En tot je bij dat soort van blokje hebt waar hij in tweeën splitst, daar stop je hem. Ja. Zo, dan heb je dit. En hier doe je hem dan in je mobiel. Deze doe je in je oren. Zo. Zo, en je kan muziek luisteren. Deze kan je gewoon laten hangen. Er is niks aan de hand daarmee. En je hebt ook nog verschillende kleurtjes. Ik heb rood en geel. Ik vind rood zelf mooier. Maar als jij van geel houdt, kan het ook. En het is rubber, dus flexibel. Nou, wil jij deze ook superhandige gitaartjes? Ga dan naar ditverzinjeniet.nl. En ze heten Rocket gitaardraadbinders. En ze kosten €6,95. En ik zal nog wel even een linkje in de beschrijving zetten, zodat je deze ook kan kopen. Het gaat mij echt heel veel helpen. Vooral dat ik dit niet meer heb. Vonden jullie dit nou een leuke video? Geef dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Abonneer op het kanaal en zet een vette leuke reactie onder de video. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doeg!